Zo, ik ben eventjes met de kinderen naar de supermarkt geweest. Wij hebben een bolletje mozzarella gehaald en we hebben een pakje bladerdeeg gehaald. Dat was samen voor 1,20 euro. Ik heb al wat bladerdeegplakjes eruit gehaald. Voor te ontdooien, die leg je dan gewoon eventjes 10 minuutjes ongeveer op je aanrechtblad neer en dan zijn ze ontdooid. Ik wilde namelijk een quiche gaan maken en dan hebben we een springvorm nodig. Ik had gisteren heel veel tomaatjes gekregen, oranje en rode. Die ga ik dan zo meteen, hoe heet het, de bladerdeegplakjes in die springvorm doen. Daaroverheen de tomaatjes en dan ga ik van slagroom, ik had nog een pakje in de kelder staan. En eieren ga ik een soort sausje maken. Ik denk dat ik daar wat Italiaanse kruiden doorheen doe. En wat zout en peper om het op smaak te brengen. Dan giet ik er dan overheen en dan de mozzarella in stukjes eroverheen. En dan gaat het een uurtje erover in. En dan heb je gewoon een hele lekkere, hartige taart. En nou ja, dat ga ik dus doen. En de kinderen die wilden ook heel graag koekjes bakken vanmiddag. Dus ik ga daarna ga ik een koekdeeg maken. Dus gewoon zandkoekjes. En dan kunnen ze lekker koekjes maken. En we hebben nog van dat decoratiestifjes en dingetjes en spulletjes beneden in de kelder liggen. Dus dan kunnen ze, als ze daar zin in hebben, ook nog die koekjes versieren. Dus we gaan vanmiddag de keuken in. Ik heb nog een aantal pruimen liggen die op moeten. Dus ik heb ze in, ja, geschild en in halve, half door de helft gesneden, zeg maar. En de cake die ik ga maken, dat is gewoon eigenlijk een basisrecept. Dat is heel eenvoudig. Bloem, suiker, boter en eieren met wat bakpoeder. Of in plaats van bloem en bakpoeder pak je zelf rijst en bakmeel. Dat kan natuurlijk ook. En dan heb je een cake mix. Dan ga ik die pruimen in doen. Ik ga deze bakvorm gebruiken. Die heb ik nog nooit eerder gebruikt. Dus ik vraag me eigenlijk af of dat wel goed gaat komen. Dan ga ik dus die pruimen zo in doen. Dus nou ja, ik hoop dat het gaat smaken. En ik hoop dat het gaat lukken. En dat het niet vast gaat plakken aan de bodem.
vanmiddag gemaakt heb. Dat ziet er eigenlijk best wel goed uit. Alleen, ja, nou ja, die pruim die vullen er natuurlijk weer uit. Die bleven vastplakken in het bakblik. Maar het smaakt er niet minder om. Het was gewoon echt lekker. Voor het avondeten. Ik ga een hele maffe combinatie doen waarschijnlijk voor de meeste mensen. Ik heb gebakken aardappeltjes. Ik had van het weekend had ik spruitjes in een pakket zitten. Dus ik heb die spruitjes heb ik al afgekookt. Die ga ik nu wokken met een ui. En wat champignons. En Dylan wilde heel graag spekblokjes erin. Dus ik ga de spekblokjes er wel in doen. Ik heb het eventjes aan Demi gevraagd. Hij zegt, nou dan vis ik ze er wel uit als ik ze niet wil hebben. En daarbij ga ik hamburgers maken. Ik had nog broodjes in de vriezer liggen. Die heb ik er vanochtend uitgehaald. Ik heb gewone vleeshamburgers. Ondertussen krijg ik berichtjes. En ik heb de vegetarische burger. Die had mijn moeder meegenomen bij de Lidl, geloof ik. Die waren 1,50 euro. Dus die gaan Damien en ik eten. Ja, nou, dan hoor je vanzelf wel wat we ervan vonden. Dus we gaan lekker koken. Ik heb heel veel van deze cherry tomaatjes nog liggen, de oranje en de rode. Ik denk wel ruim een kilo, dus ik dacht ik ga gewoon zelf pasta saus maken, macaroni saus maken. Daarnaast ga ik dus gewoon macaroni koken en ik heb nog een heel klein beetje van deze pasta. Dus die ga ik denk ik ook gewoon koken, dan is die op en dan vul ik de rest gewoon aan met deze. Dus het is weer een uitdaging in de keuken. Ik heb het nog nooit eerder gedaan. Pasta saus maken. Maar wij zijn aan het einde gekomen van onze vierde maand. Ik heb het al eerder eens gezegd. Ik loop een beetje achter met het uploaden van de video's. Onze vierde maand was de maand februari en die had maar 29 dagen. Helaas was ik op dag 29 echt heel erg beroerd en heel erg ziek. Dus ik lag op de bank en toen heeft Dave gekookt. Wat heeft gekookt? Nou ja, hè, zoals ik al eerder heb gezegd, ik vind het altijd prettig om wel wat dingetjes in de vriezer te hebben liggen. Zodat je op momenten dat je je iets minder fijn voelt of dat je geen zin hebt om te koken. Dat je dan gewoon wat spulletjes uit de vriezer kan trekken. En dat kwam er heel erg goed van pas, want Dave die heeft dus allemaal gerechtjes uit de vriezer kunnen halen. En zo hebben we toch allemaal een voedzame maaltijd binnengekregen. In deze video heb je kunnen zien dat we 1,20 euro hebben uitgegeven. En in totaal, deze laatste week hebben wij een bedrag van 36,55 euro uitgegeven. In totaal voor de hele vierde maand, en nu gaat het komen, want hebben wij die 250 euro gered, ja of nee? In deze hele vierde maand hebben wij 245,95 euro uitgegeven. Dan moet ik er wel bij zeggen, we hebben natuurlijk van een hele lieve kijker 10 euro gekregen om 2 To Good To Go pakketten te halen. Hadden we die niet gehad, dan hadden we ons streefbedrag van 250 euro natuurlijk niet gehaald. In de volgende video kun je zien hoe dat wij starten met onze vijfde maand. En onze vijfde maand is dus de maand maart. Nou, ik ben meer video's aan het uploaden zoals je wellicht in de gaten hebt. Dus de hele maand maart kun je de komende 2 weken terugzien. Nou, en inmiddels weten we dat de maand maart een beetje een gekke maand is. Want ja, ging ik aan het begin van de maand nog een paar dagen samen met mijn moeder en Landon weg. Halverwege de maand werden natuurlijk de maatregelen ingesteld waarin werd opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. En dat hebben we dus ook gedaan.
Qua boodschappen doen was dat niet heel erg gemakkelijk. Dus nou ja, je zult in de komende 2 weken zelf zien dat we best wel ja, een beetje een vreemde maand hebben beleefd. Waarin dat ik best wel mijn weg heb moeten vinden. Voor nu wil ik heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef dan zeker eventjes een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal om geen enkele video te hoeven missen.